Het Saramakansdorp Klaaskreek heeft zaterdag haar tapjari gevierd. Traditiegetrouw wordt het jaar anders afgesloten binnen de Saramakanse gemeenschap. Er wordt niet gesproken van een opojari, maar eerder een tapjari. Volgens bewoner Ronnie Wachter wordt er reikhalsend naar dit moment uitgekeken. Dorpsbewoners van Klaaskreek en omliggende dorpen doen mee aan deze viering. Wachter legt uit wat de bedoeling is van een tapjari. Deze tapjari komt als geroepen vanuit Ganzi. Het is eigenlijk geen Ganzi, Ganze. En van onze voorouders hebben we dat geadopteerd. En het is nu sowieso een cultuur geworden. Dus wij kennen geen opojari, maar we kennen tapjari. Waarom? Omdat het gaat om het jaar 2021, welke God ons heeft beschermd en behoed dat wij het nieuwe jaar mogen binnengaan. Vandaar dat we nu praten over tapjari. Het jaar 2021 hebben we goed afgesloten. De dorpsgemeenschap heeft besloten om een culturele loop te organiseren in het dorp. Vanuit het gemeenschapshuis werd er door enkele straten van het dorp gelopen en gezongen. Wij brengen nu nog enkele fragmenten van het tapjari. Traditioneel loopt iedereen van het dorp naar de rivier, waar het symbolisch het oudjaar in de rivier wordt gedumpt en het nieuwjaar met open armen wordt ontvangen. Dit geschiet door je gezicht te wassen met rivierwater.